Enkele medewerkers van het Marwina ziekenhuis zijn vandaag naar het kabinet van de vicepresident gegaan om hun misnoegen te uiten over het feit dat ze nog niet uitbetaald zijn. We brengen u een verslag van deze protestactie. We zijn hier voor het kabinet van de vicepresident. En een groep verhitte mensen is hier, want ze zijn boos. En we gaan u even vragen waar het om gaat. Goeiedag, kunt u ons zeggen van waar jullie zijn? We zijn van het Marwina ziekenhuis. En wat is er gaande? Wel, het is zo dat we sinds eind vorige maand onze salaris niet hebben ontvangen. Ja? En kijk, we leven al op de 11e dag van een nieuwe maand en we hebben nog steeds onze salaris niet gehad. Het is niet normaal, het is onmenselijk. Je gaat niet zo met mensen om. Wij kennen onze verantwoordelijkheid als verplegende. De minister moet ook zijn verantwoordelijkheid kennen, ja, om te weten dat wij als personeel onze gelden elke maand, elke de 30ste of de 31ste van de maand moeten ontvangen. We zijn moe. We willen nu willen we dat onze gelden op onze rekening komen. Wat is de reden waarom het niet gestort is? De reden waarom het niet gestort is, ik kan de reden niet aangeven. Dat willen wij ook weten. Waarom zijn de gelden van de mensen van Marwina ziekenhuis nog niet gestort? Waarom wachten we nog steeds? Er is autorisatie gegeven. Mensen hebben gegeven dat het via andere kanalen is gebeurd om gelden op onze rekening te storten. Maar wat is er dan gebeurd? Waarom kunnen we dat nog steeds niet zien? Zijn we geen mensen? Hebben we geen leven? Hebben we geen kinderen, hebben we geen vaste lasten? Of moeten we bedelen om ons gelden te krijgen? We hebben er hard voor gewerkt. En gelooft u me, in deze benarde tijd, deze benarde situatie, deze tijd waarin we nu leven, moet men geen grappen gaan maken met mensen hun salarissen. Ja? Want nu leef je gewoon nu van dag tot dag. Je kan niet meer gaan sparen, er is geen tijd meer daarvoor. En ik wil niks horen van mensen hier op die stoep dat we rustig moeten blijven. Want als hun niet hadden ontvangen, zouden ze hetzelfde doen. Het moment dat het niet in hun schoenen is, toch, dan gaan men je niet begrijpen. We willen nu onze salaris. Wilt u dit voorkomen, hebben we de minister van Volksgezondheid. Ik begrijp dat. Nee, we kunnen eigenlijk alle begrip nu. We leven in de realiteit. Vandaag is dat 11 mensen hebben helemaal een salaris niet ontvangen. En even de minister, laat de minister nu even ruimte maken voor de mensen. Voor verder gaan we geen genoegen nemen met niks. Maar begrijp je? De mensen kunnen het onmogelijk. Dat zien allemaal begrijping. Dat zien allemaal horen Andri. Abtinoma, hoor Angri. Laat de minister komen nu. Alle grappen aan de kant, we maken te veel grappen in de kant. De mensen hebben gewerkt, ze moeten hun salaris krijgen. Laat de minister komen, ik weet waarover ik het heb. Ja. Ik heb verschillende momenten met de minister gecommuniceerd. Vanaf 28 april heeft de man aangegeven, die app staat hier. Er is een autorisatie gegeven. En als een functionaris mag je moeilijk of helemaal geen onwaarheden verkondigen. Vandaag leven we al 11. En dan horen we A van Volksgezondheid A en van Financiën B. Dus ik dus mij go op voor de money mensen, en een baby toe. Laat niemand ons mond stoelen. Een zeer geïrriteerde bondsvoorzitter Imro Edam en daarvoor ziekenverzorgster Vanessa Ment. De groep onder leiding van Edam werd later ontvangen door de vicepresident en de minister van Volksgezondheid. De bondsvoorzitter deelde ons daarna mee dat aan hen is aangegeven dat door de bureaucratie zaken verkeerd zijn gegaan. Vroeger werd het Marwina ziekenhuis vanuit het SZF gefinancierd, maar dat is vanaf 1 april veranderd. Op 13 april is er een missieve uitgevaardigd waarbij de uitbetaling gesanctioneerd is. Er is hen toegezegd dat de salarissen morgen gestort worden. Dat is dus een verslag van Carla Boetius. Volgens Edam is er ook gesproken over de COVID-toelagen aan alle ziekenhuizen die nog niet uitbetaald zijn. Ook dat zal in orde gemaakt worden.